Ze stond op Lowlands, North Sea, Pinkpop, ik noem maar wat. En ze had de nummer 1 hit in Griekenland. Ze heeft een nieuwe cd die bejubeld wordt. Sharon Kovacs, kortweg Kovacs, artiestennaam uit Eindhoven. En het woord zangeres zegt eigenlijk te weinig. Ze leeft voor de muziek met heel haar hebben en houden. Een klein stukje uit een documentaire die de NPO een paar jaar geleden maakte. Alleen te luisteren. Maar dit gaat gewoon wat dieper, want het is gewoon van mij, weet je wel. Muziek is voor mij heel persoonlijk, het is van mezelf. Het is iets wat ik. Het is de enige wat ik altijd gehad heb en wat van mij was. En als iemand daar commentaar op heeft, wat voor mij dan ook, natuurlijk is dat pijn. Zo. Hoe is dat om dat terug te zien, Jill? Ja, raar. Ja. Ja, dat is toch al een tijdje geleden. Ja, dat is waar. Dus je bent weer iemand anders inmiddels. Nou, ik weet niet. Ik zal nooit veranderen. Maar ik kan wel beter met bepaalde dingen omgaan. En de man waarmee je hiermee samenwerkte, die voor jou toen heel belangrijk was, daar heb je ook inmiddels afscheid van genomen. Ja. Want die was misschien wel te belangrijk. Ik denk op een gegeven moment, we waren allebei ontzettend intens. En ik denk dat die intensiteit een beetje te veel werd. Ja. Want het lukte eigenlijk niet, hè, die tweede cd. Heeft het daarom ook zo lang geduurd eigenlijk? Ja, tenminste, ik vind lang. 4 jaar, toch? Ja. Nou ja, ik vind, je moet de tijd pakken. Ik ben altijd wel van, ik wil het goed hebben en anders dan. Mm-hmm. Het heeft wel even geduurd natuurlijk. Mijn samenwerking met Oscar, die stopte. En natuurlijk ook de band die op dat moment ook ervoor koos om niet mee te gaan. Mm-hmm. Dus ja, alles is nieuw. Nieuwe producer vinden, nieuwe band. Je bent uiteindelijk in Londen terechtgekomen voor die opnames, toch? Bij Liam Howe in Londen, ja. Omdat ik me daar heel erg fijn bij. Ik voelde me heel fijn bij hem. En, we hadden altijd een hele goede samenwerking. Ja. En fijn gewerkt daar. Ja, heel fijn. Nou, dat is te horen als je cd opzet. Het klinkt gewoon alsof je daar ontzettend ook plezier in hebt. Ja, ik heb wel echt op een andere manier leren muziek maken, ja. Ja, want je zei net nieuwe producer, nieuwe band. Mm-hmm. Ook een beetje nieuwe Sharon? Ja, ik ben ook echt wel in therapie gegaan de afgelopen 3 jaar. Was wel heftig voor mij. En het album heeft me ook echt geholpen om uit die negatieve tijd te komen, ja. Dus een beetje therapie. Ja. Ja, dat zit ook een beetje in die nummer. Het is een heel, heel biografische cd geworden. Hè? Ja. Je zingt niet zomaar over iets. Nee, ik zing echt over de dingen die voorbij zijn gekomen de afgelopen 3 jaar. En ook over mijn trauma's en mijn, ook mijn fouten. En ik laat gewoon eigenlijk alles zien. Ja, we gaan het zo meteen over jeugdzorg hebben. Ik wel het een en ander over vertellen, ja. Ja? Mm-hmm. Ben je vroeger al in aanraking geweest met jeugdzorg? Ik heb van mijn 12e tot mijn 19e in instellingen gewoond. 11e tot mijn 19e. In internaten, pleeggezinnen, crisisopvang, familie, kamertraining. Hoe was dat? Leefgroepen. Ja, daar zitten wel verschillende negatieve dingen aan, ja. Maar ik heb natuurlijk... Kom je daar beschadigd uit, Sharon? Nou, je moet wel heel sterk zijn om daar niet beschadigd uit te komen, denk ik. Maar natuurlijk. Je blijft altijd een overhoud. Kijk, als jij opgenomen wordt, dan moet je een indicatie hebben. En daar gaat het eigenlijk al mis. Want in heel veel gevallen heeft een kind vaak toch... is er niet zoveel mis met het kind, maar meer met de ouders. En dan wordt er vaak voor gekozen om het kind toch medicatie te geven, want anders mag je daar niet zijn. En plus, daarbij zijn er heel weinig lange tijd opvangplekken. Dat is allemaal crisis. Dat is eigenlijk wel heel zuur, hè, dus, wat je nu vertelt. Ja, dat kan nog wel even doorgaan. En dus, dat betekent dus dat je eigenlijk maar elke keer ergens 3 maanden mag wonen. Dus het kwam vaak voor dat ik 3, 4 plekken per jaar woonde. En dat is ook verschil. Ik heb iets van 6, 7 scholen gehad in mijn jeugd. Ja, zong je in die tijd ook al? Hè? Ja, dat was het enige wat van mij altijd... Wat ik eigenlijk altijd bij me had, dat was van mij. Wat je net in die documentaire ook zei, hè? Ja, precies. Ja, dat is van mij. Dat is van mij. Maar hoe ging dat dan? Op je kamertje? Of? Ja, of in de groep. En op mijn kamer gewoon internet. En dan mocht een uur internet en dan ging ik een uur karaoke zingen. Ja, karaoke? Ja, of gewoon mijn eigen teksten verzinnen, ja. En dat vond ik heel fijn, altijd. Ja, het klinkt als een ellendige jeugd, Sharon.
Nou, dat valt op zich ook wel weer mee, want je maakt er toch het beste van. En ik heb ook wel ontzettend veel leuke dingen meegemaakt. En ik heb ook hele mooie dingen mogen doen. Ik ben bijvoorbeeld op een gegeven moment, toen was ik 17... en toen woonde ik in de Widdonk, een internaat in de Heibloem. En toen kreeg de Widdonk zo van, oké, 4 mensen mochten op vakantie eigenlijk... van een organisatie, Simba, volgens mij... En ik mocht naar Nepal. Dus nou. Toen was ik naar Nepal en toen dacht ik, nou, dat valt eigenlijk toch best wel mee. Dat is weer betere jeugdzorg, toch? Of niet? Maar ja. Ja, ik heb natuurlijk ook wel heel veel weer geleerd. Ik bedoel, ik ben wel heel, ja, veel mensenkennis en En ik wou zeggen, misschien was deze muziek die jij nu, die prachtige muziek die jij nu maakt, er ook al helemaal niet gekomen als je dit allemaal niet meegemaakt nee, had. Nee, precies, ook dat. En bijvoorbeeld, zullen we even een klein stukje luisteren van Mama Papa? Ja. Ja, het is hier vrij warm in de studio, maar ik krijg er kippenvel van. Hè? Ook omdat je weet dat het over jouw jeugd gaat. Het is echt, hè? Ja. Jij ja. zingt hier iets van je af, iets met een ik vader die er niet was. Ja, mijn vader, die heb ik niet zo lang geleden ontmoet. 3 jaar geleden, denk ik. En natuurlijk... Want hij was weg voordat jij geboren was, ja, hè? Ja, ja. En mijn moeder heeft er nooit heel veel over verteld. En ik was eigenlijk altijd een beetje boos. Ik dacht van, waarom... En ja, toen leerde ik via Facebook nam hij contact met mij op en... Ja, en toen bleek het toch dat wij heel erg verschillend zijn. Het klikte niet. Nou ja, uiteindelijk weet je wel, ik ben Sharon en ik ben geworden wie ik ben. Maar hij heeft gekozen om dicht bij God te staan en ook heel dicht bij God te staan. En hij wou dat ook heel graag op mij. Ja, hij had, onze ontmoeting was heel raar wat dat betreft. Heeft het iets opgeleverd, een relatie? Nee, of, nee is niet van gekomen. Nou ja, ik vind hij moet mij accepteren zoals ik ben. Kijk, hij gelooft en dat is prima, maar... Dat is zijn ding. Kijk, hij moet niet gaan zeggen van... Oké, ik ben je vader, ik heb je gemist en kom bij mij en je moet in God geloven. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Dat werkte niet. Nee. Daar gaat het nummer dan ook een beetje over. Ja. Het is, nu een dikke 3 jaar geleden... dat jij je eerste visitekaartje afgaf mm-hmm. hè, met die eerste cd. Mm-hmm. Toen kwam je nog met die bommuts. Wolf Lady, is die helemaal begraven? Ja, die is verbrand. Nee, maar wel figuurlijk, ja. Die heb je, waarom is dat? Ik weet niet. Ik denk toen ik begon ook heel erg nog zoekende was... van wie is Sharon en wat wil... En ik heb ook... Ik denk ook vrij kwetsbaar. Dus die muts was toch een beetje beschermen, een beetje... En ik merk ook dat ik nu ben ik veel fijner in mijn vel. En ik merk ook gewoon dat ik dat niet meer nodig heb. Ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. Je noemt steeds de therapie. Ik denk dat de muziek ook een therapie is. Hè? Samen. Dat werkt samen. Ja. Ja. Ben je gelukkiger dan toen? Oh ja. Ja, heel erg veel gelukkiger. Toch niet te gelukkig? Want... Nou, nee. Er zit al zo'n stukje... Er moet wel een derde cd komen, toch? Oh ja, maar dat komt nog wel, hoor. Dat komt goed. Het geluk komt ook mooi. Ja, juist. Nog veel mooier dingen, eigenlijk. Ja, ja. Precies. Ja, maar er zijn nog genoeg dingen waar wat er nog een open einde heeft, toch? Leven heeft allemaal verrassingen. Een paar mooie optredens in het vooruit nog, hè? Ja. Je gaat naar Litouwen. Ik ga naar Litouwen. Ik ga natuurlijk terug naar Rusland, als het goed is. Naar Oekraïne, wat volgend jaar. Daar dragen ze jou op handen, hè, in Oost-Europa. Nou ja, ik wist het niet, maar ik was dat dus vorige maand. En het blijkt. Ja. En dan die nummer 1 hit in Griekenland. Je gaat ook weer naar Griekenland volgend jaar. Ik ga ook weer naar Griekenland. Kun je daar op straat? Ja, nou, dat ik ben daar dus best wel bekend. Ja. Ja. Ja, dat is heel grappig, maar... We kennen dat in Nederland, eigenlijk in Rusland ook wel, ja. Of in Oekraïne. Ja, maar er komt een optreden in Paradiso ook. Ja, en, Paradiso, Doornroosje, Nijmegen. Groningen, Bibelo. Metropool, toch? Ga je weer wat op? Nou, dat is het ook niet in de planning, maar... Dat heeft ze ooit gedaan, hè? Dus ik hoopte dat ook nog een keer... Maar ik weet het niet, wie weet. Ja. Ik ga nou vooral ook in mijn orkest... spelen in Oekraïne, dus okay. Maar dat is best een eind weg om daar naartoe te gaan. Sharon, de wereld ligt aan je voeten, denk ik. Het gaat goed. Het gaat goed met je. Fijn.